Thank Middelburg, it's Friday. En dat hebben we aanstaande vrijdag hier op het Abdijplein. Maar jullie zijn jongens uit Goes. En het feest waar jullie, wat jullie gaan organiseren hier, dat is eigenlijk een Goesfeest, toch? Zeg ik het dan verkeerd? Nou, wij zien onszelf wel meer als een Zeeuwse organisatie. Kijk. We kijken Zeeland breed. Dus ja. Wat betreft, zijn we, de oorsprong ligt in Goes, ook van het feest Thank Goes It's Friday. Maar wij voelen onszelf al een behoorlijk tijdje ook weer een Zeeuwse organisatie. Dus als een Thank Middelburg It's Friday, een logisch gevolg. Ja, toch? Maar ik vind de naam Thank Goes It's Friday, dus natuurlijk, het verwijst natuurlijk naar Thank God It's Friday. Dat ja, is, ja, ik vind het een prachtige variant. Middelburg is net iets moeilijker in de mond. Nou, dat verwijst dan naar Thank Goes It's Friday. Ja, precies. Nee, maar het is wel ontzettend leuk dat jullie hier komen. En, op een gegeven moment ging zelfs het gerucht dat jullie hier ook in de kerk mochten. Is dat echt waar geweest of was dat maar een wens? Daar zijn wij nooit mee bezig geweest. Nee, dat is gewoon. Hoe meer je doet, hoe meer er geruchten om je heen komen. Ja, iedereen kent jullie natuurlijk. Want in Goes is het een feest dat speelt zich af in de grote kerk bij de markt daar, toch? Ja. En dat is natuurlijk wel een te gekke locatie. Ja, dat zeker weten. Ja. Klopt, ja. De kerk maakt het feest ook. Ja. En het is voor ons wel voor de hand ligt om daar de eerste editie te organiseren. Ja. En super succesvol vanaf de eerste editie. Ja, dat is altijd uitverkocht, begreep ik ook. Ik ben er zelf nog nooit geweest. We komen toch niet zo heel vaak meer op Beveland, maar... Volgende keer een uitdaging. Ja, dat is heel goed. Nog een keer, dan kom ik een keer. Ja. Dat is heel goed. De uitdaging lag hem wel, als we daar dan over hebben, om als je zoiets in Goes dan in een kerk doet, omdat op een andere plek ook op een exclusieve, en eigenlijk is dan dat Dijplein... Ja, het enige wat daar ook gewoon wat je daarmee kan vergelijken, om maar zo te zeggen, schitterend, nostalgisch. Middelburgers zullen zeggen dat hier mooier is en Goesenaar misschien dat zijn allebei prachtige locaties. Het is ook een prachtige locatie. En het is, maar hier kunnen best veel mensen op. En nou is, we kennen het plein, maar volgens mij staan ze maximaal 5000 mensen toe. Maar hoeveel mensen verwachten jullie eigenlijk? Nou, wij gaan daar gewoon wat bescheidener in. We richten ongeveer een man op 1000. Nou, dat is toch wel veel? Ja, natuurlijk dat wel. Dat is zeker heel veel. We centreren dat een beetje midden op het plein. Dus ook bouwen we het hele evenement. De bedoeling bij ons is ook een beetje netwerken en gezellig bij elkaar komen. En er bestaan heel veel leuke initiatieven uit. Thank Middelburg is Friday, Thank Goes is Friday. Bedrijven komen bij elkaar, maar ook veel goede doelen en zo. We hebben in Goes bijvoorbeeld al met Stichting Ter Wil een tank Goes is Friday voor hoogbejaarden gedaan. Nou, fantastisch leuk. Nou, dus dat is een beetje de insteek. En dan mag je ook best wel de ruimte hebben. Hè? Dan hoef je niet per se met z'n allen op elkaar gepakt staan zoals je bijvoorbeeld bij een concert of zo zou hebben. Maar je zegt netwerkborrel en soms ook voor bejaarden. Maar ik ga wel uit, het is echt wel een dancefeest ook, toch? Of niet? Uiteindelijk is dance hetgene wat bij elkaar brengt, vinden wij als organisatie. En dat is dan, hier loopt het als een rode draad doorheen. De ene staat wat meer te kletsen en de andere staat gewoon lekker te dansen. Ja, precies. Dus als je niet zo in de dance thuis bent, dan kan je hier ook gewoon een hele fijne avond hebben. Ja, dat is helemaal waar. Ja, we zien heel veel mensen die we nooit op andere feesten van ons zien, zien we wel op dit feest, op dit evenement komen. Ja. En ik weet ook niet zo heel veel van deze, maar in welke hoek moet ik het dan ongeveer zoeken? Want je hebt natuurlijk van die hele mellow, dat je bijna staat te kabbelen als op het strand. Maar je hebt natuurlijk ook van die ging, 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 weet je wel. Zit het ergens tussenin? Of, Ja, Robert. Dat, Naarmate de avond voor dit wordt het iets steviger. Maar het blijft wel gewoon echt relaxed. Relaxe muziek, lekker hapje, drankje erbij. Ja. Mooie champagnes hebben we. We hebben Edwin Vinken natuurlijk die komt koken. Ja, dat is ook wel heel leuk. Ja, daar zijn we heel blij mee dat we hem hebben kunnen strikken. Ja, die gaat fantastische gerechtjes maken. Oké, en dan wat dan ook natuurlijk altijd interessant is van hoe laat begint het, wat kost het, waar moeten mensen rekening mee houden? Het begint om 5 uur. Mooi tijd. We eindigen om 12 uur, dus het is echt een vrijdag gaat weekend in evenement. Ja. Waar je wel gewoon heel je weekend voldoening van gaat hebben hoor. En voor het financiële kijk even naar Robert. Ja, er zijn nog kaartjes te koop. Ze kosten uit mijn hoofd €24,95 per stuk. Die blijven gewoon tot vrijdag nog beschikbaar. Ja, en dat kan via jullie website besteld worden. Ja, festive-events.nl. Ik zal de link erbij zetten. Zijn er nog andere dingen die jullie kwijt willen? Nee, dat we gewoon heel blij zijn dat we ook de reacties van de middelburgers, niet alleen van de inwoners, maar ook de ondernemers en alles eromheen, echt leuk vinden. We zijn nog niet klaar met jullie middelburgers. Nou, we zijn heel benieuwd. Kom maar lekker knallen en we komen zeker even kijken. Tot vrijdag.